mijn Lorcae Hamilton plank. Lorcae Hamilton, ja, dat zijn volwassen boeken. Zij heeft twee series, waarvan dit een gedeelte is van de ene serie die gaat al heeft met vee te maken. De bovenste twee, ik haal even mijn Vanko weg, zijn in het Nederlands. Want eigenlijk van allebei de series zijn de eerste twee vertaald en de rest niet. Dit heeft te maken met vee, met een vrouw die, ja, je hebt Dark and Light en zij is eruit weg. Het is een tijdje geleden dat ik hem heb gelezen. Het is best lastig om uit te leggen. Dus de boeken bevatten wel heel veel erotiek. Dus een kus van het duister en een streling van de schemen. En dan dit zijn drie uit de serie. Het zijn volgens mij een 8- of 9-delige serie. En deze drie heb ik toen ooit een keer bij de kringloop voor goedkoop gevonden. Dus daar was ik weer heel blij mee. Ik heb ze toen als e-pub allemaal gelezen. Dus en deze heb ik toen ook bij de kringloop gevonden. Want deze had ik toen ooit een keer bij de boekenvoordeel gevonden. Dan heb ik hier een andere serie. Dus twee figuurtjes. Dit zijn de eerste twee boeken weer in het Nederlands vertaald. Dit is deel zoveel uit de serie en dit is deel 4. Deze waren gewoon te groot om rechtop te staan. Ik leg ze even weg. Dan heb ik hier de rest van de serie. Ik heb de eerste 18 boeken. Waarvan er daar dus twee zijn. Dus ik heb Circus of the Damned, Laughing Corps, Burnt Offerings, Blue Moon, Bloody Bones, The Killing Dance, Guilty Pleasure, The Harlequin, Dance Macabre, Narcissus in Chains, Cerulean Sins, Incubus Dreams, Obsidian Butterflies, Catrate, Blood Noir en Flirt. Dit is allemaal van de, net als Lunatic Café en Micah en Strange Candy, is van de Anita Blake serie. Anita Blake is een necromancer, met andere woorden, zij kan doden opwekken, zombies. En dat doet ze dus bijvoorbeeld om, ze werkt samen met de politie om, bijvoorbeeld als iemand vermoord is, dat ze proberen nog, ja, achter de informatie te komen. Maar zij is ook een vampierenjager. En daar draait een beetje het eerste boek over. De eerste twee vallen nog op zich nog wel mee. Maar vanaf boek 3 wordt het erotiek level steeds hoger en hoger en hoger. Maar dat wordt lang, wordt wel uitgelegd waarom. Dus dit is mijn Anita Blake, mijn Lorcae Hamilton plank. En de, deze serie van Anita Blake is nog steeds niet klaar. Ik heb nog steeds niet elk boek. Volgens mij zitten we nu ondertussen aan de 24 boeken, zoiets. Het is in ieder geval een hele lange serie.